Wie bereidt ons de tafel van geschenken? Als ik over de rijkdommen van het evangelie spreek, over de enorme belofte van de Bijbel, kan ik me zo voorstellen dat sommigen zeggen: nee hoor, dat is niet voor mij. Dat is goed voor die buurvrouw van me die zo vroom is en die oom die zo geweldig goed is, maar zo ver ben ik nog niet. Dan ga ik u de voorwaarden zeggen die de Bijbel ons geeft. Jezus zegt: kom tot mij allen die vermoeid, belast en beladen zijt, en ik zal u rust geven. Bent u vermoeid en belast, gebonden, niet vrij? Dan bent u juist degene die tot Jezus komen mag om rust en bevrijding te krijgen. Een poosje geleden heb ik Dr. Stanley Jones gehoord. Het was de laatste dag van een conferentie. De hele week hadden de mensen van de conferentie vragen op mogen schrijven. Echt vragen waar ieder persoonlijk het moeilijk mee had. Dr. Jones legde zijn handen op de stapel papieren. Ik dacht, nou, dat zal wel een paar uur duren voor hij al die vragen heeft beantwoord. Maar er gebeurde iets anders. Hij zei: op al deze vragen die ik heb gelezen, is maar één antwoord. En dat antwoord is Jezus. Ja, Jezus is het antwoord op alle vragen en op alle nood. Even dacht ik, is het zo eenvoudig? Maakt hij er zich niet een beetje makkelijk van af? Maar toen kwam er als een lichtstraal door mijn hart: hij heeft gelijk. Jezus is het antwoord. Voor u die een probleem heeft, voor u die nu luistert, voor u geldt ditzelfde antwoord. Vertel het aan Jezus, vertel het hem allemaal. Zijn naam is wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Vertel het hem allemaal, hij is raad en geeft raad. Zijn het zonden die u dwars zitten? Hij stierf aan het kruis voor uw zonde. Lees maar in 1 Johannes 1 vers 7 en 9. Daar leest u wat hij met uw zonde wil doen. Hij wil ze vergeven en u reinigen van alle ongerechtigheden. Voelde zich eenzaam? Hij zei: ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Misschien zegt u: ach kom, zo eenvoudig is het niet. Er moet veel strijds gestreden zijn, er moet veel gebeds gebeden zijn, zal het eindelijk eenmaal vrede zijn. Ja, ook Paulus zei: ik jager naar of ik het ook grijpen mocht, waarvan ik van Christus gegrepen ben. Maar hij wist dat het er allemaal was en dat hij het alleen maar moest grijpen. De Heer hoefde er niet naar te jagen. Hij had Paulus gegrepen. Daarom kon Paulus zeggen: ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij macht is hetgeen hij mij heeft toevertrouwd te bewaren tot die dag. Waren er geen mensen die de Heer Jezus terugstuurde, die niet helpen kon? Jazeker, dat waren de fariseers die zeiden: ik ben goed. En zelfs beter dan vele anderen. Als je in je eigen goedheid bij Jezus komt, word je als het ware teruggestuurd. Want Jezus neemt zondaars aan. Zeg je dus, en meen je het eerlijk, dat je een zondaar bent en dat je zonde hebt gedaan? Dan vind je in Jezus iemand die je lief heeft, die je vergeven en reinigen wil. In 1 Johannes 1 vers 9... zegt Johannes: indien we onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Er is iemand die luistert en zegt: ja, ik heb dat vroeger gedaan en deze blijdschap van vergeving ook ervaren, maar mijn leven is zo koud geworden. Toen ik trouw mijn Bijbel las en stille tijd hield, naar de kerk of samenkomst ging, toen was ik wel rijk. Rijk in den Heer, maar ik ben zo ontrouw en ongehoorzaam geworden.
ga met die ontrouw tot een heer. Lees eens Joël 2, vers 25. Daar staat, ik zal u vergoeden de jaren toen de springhaan alles opvrat. Hier leest u dat we met ons verslappen bij de Heer mogen terugkomen en Hij hergeeft ons de kansen. Weet u niet hoe u dat doen moet? Hij is uw goede herder en zijn schapen horen naar zijn stem. Lees Psalm 23 maar eens. Dat is allemaal voor u. Bespreek en vertel het allemaal aan uw herder. Hij heeft u lief en begrijpt u zo goed. Bent u een schaap van de goede herder? Weet u dat u dat bent of weet u het niet zeker? Ga dan naar hem toe en vertel het hem. En zeg, Heer Jezus, ik ben niet zeker of het tussen u en mij goed is. Wilt u mijn zonde vergeven en reinigen met uw bloed? Ik neem u aan als mijn persoonlijke verlosser. Dank u, Vader, dat ik uw kind mag zijn. Ik wil zo graag al die rijkdommen van de Bijbel, die heerlijke belofte bezitten. Als u dat zegt, dan neemt hij u aan. Want Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Laten we bidden. Dank u, Heer Jezus, dat u ons zo lief hebt, dat u het antwoord wilt zijn op onze problemen. Wilt u ons door uw Heilige Geest duidelijk maken hoe rijk we kunnen zijn in u? Wilt u ons laten zien waar de zonden zijn in ons leven? Die willen we dan bekennen en dan wilt u ons reinigen. Dank u dat u zondaars lief hebt. Dat u die wilt veranderen in overwinnende kinderen Gods. Halleluja, wat een rijkdom. Amen.